Hey, Beertube, what up? Oh, dat is een Beeromaniac, hè? Dat kan eigenlijk niet. Hè? Ik heb geen hoedje, ik heb ook geen hoedje. Moet hij toch wel een hoedje kunnen hebben, hè? Mystery Beer, number two, please, man. Yes. Again, thanks for Simon van de Beeromaniac. En hij heeft mij zo gek gekregen om eindelijk Mystery Beers te reviewen. Ja, als hij dit zo opstuurt, dan... Ik kon echt letterlijk al die folies eraf halen. Ja, ja. Zo, oh, was een mystery beer. Oké, het logo van de Beeromaniac is het enige wat we weten. We weten dat het een grotere, zwaardere fles is. Dus dat kan iets Duits zijn. Maar eerlijk is eerlijk, dat dachten we de vorige keer ook. En dat was ook niet zo. Nee, wel, was vorige keer Duits. Oh ja, het was wel Duits. Ja, maar het was een blik. Dus het was niet wat we dachten wat waren, ja, maar dat moeten we niet vertellen. Nee, want als je niet weet wat het was, moet je maar gewoon terugkijken. Ja. Wordt dit de thumbnail? Moet de nieuwe thumbnail? Oh, wacht even. Of deze bij zo. Ja, want dat logo moet erbij. Oké, is goed. Ja, het logo moet erop, hè. Yes! We gaan hem openen. Ja, is goed. Ja, want voor de rest kan ik hier weinig over vertellen. Het is zilverfolie op mijn flesje. Ja. En ik hoop dat er iets in zit. Ik hoop dat hij niet lekker omhoog komt, trouwens ook. Ah, nou dat was een goede flesje. Ja. Een goede opener wel. Ja, ja. Oh, ja, oh weet je. Zit er nog iets? Oh nee. Oh, dat is fout. Oh nee, godverdomme. Oh godverdomme, er zit nog een... Ah, er zit een kurk in. Die kurk is afgebroken. Hoe gaan we... Heb je... Ja, gewoon die... Ja, dit lijkt een sour bier. Dat denk ik ook, maar... Ja. Maar goed, je hebt een trekker, hè? Ja, we gaan hem even trekken. Maar dan moet ik hem wel even pauzeren. Dat is goed. Even pauzeren voor trekken. Even pauzeren! Tot zo, dames en heren. Wil jij nog gedag zeggen? Ja, gaan trekken. Frank is vandaag van de foute opmerking. Hey, heb je niet van mij. Klasse bij hebben. Yes! We hebben al een beginnetje gemaakt, maar ik hoor me een beetje sissen. Ik wil het uiteindelijk buiten camera doen, maar dit wordt spannend. Dit wordt echt fucking spannend, kut. Oh, kut. Oh, dat is niet leuk. Dit is niet leuk. Nee, je moet gewoon snel wezen, dat is het enige. Ja, nee, maar als hij net zo spuit als die ene, dan kan je snel wezen wat je wilt. Ja, dit dus. Oh, nou. Nou. Nee. Ik kan meevallen. Nee, valt niet. Het moet een sour zijn. Sorry. Ik probeer niet te kijken. Het is geen stout, kan anders, niet inschenken. Het is geen stout, anders had ik niet zoveel koolzuur. Nee, nou is het blond. Ja, dat weet ik niet. Ik kijk ja, maar dat zag ik helaas. Oh, shit. Ja, maar in dit soort flessen zijn er bijna nooit. Hij ruikt wel fruitig trouwens. En ik ruik er maar vier. Ik denk puur van geur af dat dit een sour is. Je hoort niks meer proosten. Mm. Je moet eerst ruiken, Harry. Dit is sowieso een sour. Ja. Dit is een geuze. Definitely. Ja, ja. Dit is een geuze. Dat denk ik wel. Ja. Dit is sowieso een sour. Maar dit is echt typisch Belgisch. Dus als het niet uit België komt, dan is het wel Belgisch gemaakt. Want het is echt een Belg. Ja. Veel koolzuur. Veel koolzuur, zuur. Maar hebben we net de alcoholpercentage niet geraden? Ik gok op een alcoholpercentage van rond de 6%. Ik geef hem zwaar, ik geef hem een 8. 8%? Ja, ik zou me niet verbazen, want het is toch wel een beetje... Dan geef ik hem niet. Meestal ligt de waarheid een beetje in het midden, dan zal het een 7 moeten zijn. Maar... Ja, we gaan hem uitpakken, toch? Mm-hmm. Nou, ik heb zo'n het idee, ik zeg het gewoon bij deze, ik wil gewoon nog, die derde review ook wel even met jou doen. We hopen heel de tijd op een stout. Het doet een beetje, ja. Ook stiekem wel, hè? Ja. Het doet een beetje denken aan witte wijn of zo, snap je wat ik bedoel? Ja, ja, daarom die reuze. Maar het is niet echt, nee, reuze is meer bitter, zuur. Meer sour. Het is niet heel zuur. Ik vind hem zelfs een beetje vlak, zeg maar. Ik gok nog steeds dat het een Belg is. Ja, dat denk ik wel. Het smaakt als een Belg. Ja. En het ziet eruit met een groene fleetje als een Belg.
Nou, ja, dat hebben we later zo wel gezien. Dat er groen flesje is. Oh, ik moet even hier. Oeh, la 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 la. Spannend! En nou komt hij lekker niet omhoog. Gelukt niet, hè. Huh? Oh. Nee, oké. Okay. Die dingen. Nee, voor mij is dit geen Belg. Maar het, is nee. Echt, het moet wel Belgisch gemaakt zijn, lijkt mij. Hmm. Ja, het is een sour project. Een rye solera. Van. Het is halve tammen. Dat is Nederlands, toch? Dat is Nederlands. Ja. Kwam er vandaan? Gebotteld door brouwerij halve tammen. Nice. Procent. Nee. Ik kom uit Zevenbergen. Dat is naast jou om ja, ja, dat is hier een paar kilometer vandaan. Ja, ja. Oké. Okay. Dat wist ik niet. Oké. Okay. Dat is grappig gedaan. Ja. Ja, ik denk dat Simon wel deze reactie had gehoopt. Ja, ja. Ja, dat is inderdaad... Fucking well done. Ja. Ja. En hoeveel procent is die? Ik dacht 6, jij dacht 8. 8, ja. Dus waar heb ik heel vaak in het midden? Mm-hmm. Dat zal die 7 moeten zijn. Wat denk je? Jij dan kan je 7,5 dan. Ja, 7,4. Ja. Dus dit... Dus, en hij is geen halve liter, hij is 37,5. Die maat zie je steeds vaker. Ik heb hem laatst... Dus we doen gewoon nog een derde. Ja, komt goed. Ja, toch? Ik vind het leuk. Oordeel en zo. Dan moeten we even iets bijtrekken, denk ik. Kut. Ja. Nee, laat er even om zitten, dan kunnen we zo die andere nog doen. Oh, is goed. Sorry. Zit ik het helemaal vast te plakken dan? Shit. Je hebt helemaal gelijk. Straks is mijn tape wel op. Ja, je hebt helemaal gelijk. Soms heb ik ook nog wel eens gelijk. Niet vaak, maar zo nu en dan. Hè, dan... Wat doe je? Wat deed je daar? Niks uittrekken. Nee. Ik trek niks meer uit. Nee, nou, hij heeft ook tussendoor ook niks uitgetrokken hoor, dames en heren. Dan had ik hem gewoon buiten gezet. Oh ja, dat is waar. Of de slaapkamer ingebonjourd, maar niet met mij erbij in ieder geval. Hmm. Dus geen gekke dingen denken. Had ik dat logo nou, ik heb het niet echt duidelijk op de camera laten zien. Ja, eigenlijk zou niet dit echt nog... een duidelijk logo, ook niet een duidelijk etiket of zo. Nee. Hmm. Maar goed, weet je wat het enige nadeel is aan Mystery Beers? Je kan het nooit op de thumbnail zetten. Want dan is het geen Mystery Beer meer. Ja. Maar dat is ook wel leuk. Ik geef dit bier dus als eindcijfer een, maar het is in ieder geval sour. Maar dat was niet te missen. Maar het komt uit Zevenbergen, maar het is fucking Belgisch. Ja, dus dat is echt wel. Dat, ik kan me niet voorstellen dat dat niet een idee was. Nee, neem aan dat het wel, dat moet bijna wel. Ja. Cheers. Ja, ik ben geen fan, moet ik zeggen. Ik vind het wel lekker. Niet vies. Ik zit op een 6,5. Ja. Ja, zoiets. Het is gewoon vlak. Het is zuur, het is weinig. Weinig met lange ei. Het is een beetje zoals Zevenbergen. Zou dat meer kunnen zijn? Maar... En toen hebben ze die haven aangelegd. En toen dacht ik van... Even een korte geschiedenis van Zevenbergen voordat ik deze review ga sluiten. In Zevenbergen, dat is een beetje het paradepaadje van onze gemeente, Moerdijk. Hadden we ooit een haven liggen in het stukje centrum, zeg maar. En... Die is toen dichtgegooid, want het ging stinken, mensen klaagden erover, er is meer ruimte om te parkeren ook en zo, dat is alleen maar goed. Maar opeens dacht de gemeente een paar jaar geleden van, hey joh, dat is een goed idee om dat weer eens even... Dus, nou ligt er weer de haven, voor hoe lang het duurt. Iedereen kan er zo inflikkeren, want er staat ook niks omheen. Dan zeggen ze, ja, dat is in Amsterdam ook zo. Ja, dan heb je wel iets meer ruimte, dus ik vind dat niet echt een vergelijking. Maar oké, laat me weten wat jij ervan vindt. Simon, dankjewel jongen, en grappig dat je Zevenberg hebt, want dat moet bijna wel met opzet zijn. Ja, dat neem ik aan van wel. Ja, we gaan gewoon nog een derde. Er komt een derde sowieso. Komt een derde. Ja. Ja, we moeten wel een fucking stout pakken. Dat is fucking lastig. Toch allemaal eerst uitpakken, dan deze... inpakken en dan denken alsof je het niet weet. Simon zei nog tegen mij van dat hij ze nog had willen nummeren.
En toen zei ik al tegen hem, ja, maar dat is niet leuk. Want dan weet je dat als je de eerste pakt, dat dan een opbouw is naar iets anders. Dus dan zei je, als je er 10 hebt, dan zou je minimaal op 5 beginnen als je stout wil hebben. Ja, precies. Ja. Dus dit is leuker. Ja, zeker. Dus, hé. Hey, 6,5. Ja, voor beide. Prima. Ja. Nou, we gaan even nagenieten en nog even... Maar laat het foto er even op. Ja, inderdaad, sorry. Ja. Duimpje omhoog, nog steeds very appreciated. Abonneren, en als je toch bezig bent met abonneren, abonneer dan gelijk op deze gast. Inland Rabbit Chili Pepper Mystery. Harder! Inland Rabbit Chili Pepper Mystery. Precies. Ja, maar goed. Helemaal goed, moet je er niet achter typen, dan veer je misschien niet. Maar... Nee, tot de volgende Mystery Beer. En dankjewel Simon nogmaals. Doei. Yes, doei. Yo.